Deze Berker wisselschakelaar kun je op twee manieren aansluiten, zowel als wisselschakeling en als eenpolige schakeling. In deze video gaan we de Berker wisselschakelaar aansluiten in een wisselschakeling. Een wisselschakeling is een schakeling waarbij je met twee schakelaars één lamp aan en uit kunt zetten. Je kunt dan bijvoorbeeld beneden aan de trap en boven aan de trap dezelfde lamp aan en uitzetten. Voordat je de schakelaar gaat aansluiten, zorg je dat je de stroomtoevoer uitzet door de zekering of groepschakelaar in de meterkast uit te zetten. Weet je niet op welke groep de schakelaar is aangesloten, zet dan de hoofdschakelaar uit. Je hebt bij het aansluiten van een wisselschakeling één inbouwdoos waar een bruine fasedraad en twee zwarte schakeldraden uitkomen. Deze inbouwdoos noemen we inbouwdoos A. Uit de andere inbouwdoos komen drie zwarte schakeldraden. Deze inbouwdoos noemen we inbouwdoos B. Zorg dat je alle draden hebt gestript op 11 mm. We beginnen met het aansluiten van schakelaar en inbouwdoos A. Draai de schakelaar om en steek de bruine fasedraad rechtsonder in de schakelaar. Je zult merken dat de draad vanzelf vastklikt. Vervolgens neem je een van de twee zwarte schakeldraden en steek deze in de opening linksboven in de schakelaar. Ook deze draad klikt vanzelf vast. Hierna pak je de overgebleven zwarte schakeldraad en steek deze rechtsboven in de schakelaar. Uiteraard klikt ook deze draad vanzelf vast. Als het goed is, ziet de achterkant van schakelaar A er nu zo uit. Mochten de draden niet op de goede plek zitten of heb je ze te ver gestript, dan kun je de draden weer losmaken met behulp van deze knopjes. Nu gaan we schakelaar en inbouwdoos B aansluiten. Van de drie zwarte schakeldraden die uit deze inbouwdoos komen, heb je er twee zojuist aangesloten aan schakelaar A. De derde zwarte draad gaat naar de lamp die je op de schakelaars wil aansluiten. Steek één zwarte schakeldraad afkomstig uit schakelaar A in de opening linksboven in de schakelaar. En de andere schakeldraad die ook van schakelaar A afkomstig is in de opening rechtsboven in schakelaar B. Tot slot pak je de zwarte schakeldraad waaraan de lamp is aangesloten en steek deze rechtsonder in de schakelaar. Als het goed is, ziet de achterkant van je schakelaar er nu zo uit. Nu kun je de schakelaars in de inbouwdozen plaatsen. Houd de schakelaar een beetje schuin, zodat de schroefjes van de inbouwdoos door de openingen aan de zijkant van de schakelaar vallen. Je kunt door de schakelaar te verschuiven de schakelaar stellen, zodat hij mooi recht zit. Draai de schroefjes goed vast, zodat de schakelaar stevig tegen de inbouwdoos aanklemt. Je hebt nu de Berker-wisselschakelaar in een wisselschakeling aangesloten. Nadat je de hoofd- en groepschakelaar hebt aangezet, zijn de schakelaars klaar voor gebruik.